Nou, welkom dames en heren. Dit is alweer de vierde aflevering van NL Series Game of Thrones. En ja, we zijn over de helft heen. En ik vond het een top aflevering. Ja. Het was wel weer een eigenlijk verouderd, vond ik. Ja, het was echt veel Game of Thrones. Hè? Ja, veel politiek, veel dingen op de achtergrond. Geheimen voor elkaar in dezelfde club. Ja. Dat vind ik wel heel erg passen. Terug naar het backstabben. Ja, en ja. Interessant is, het is dus, en het komt vooral voor in zo'n de goede rinkerkant. Waar de backstabber begint. Ja, maar dat is altijd een discutabel geweest wie hier nou de goede rikker zijn. Nou, dat verandert elke keer. Nee, ik denk wel dat je als je de alle afleveringen, zeg maar, alle zoom zo een beetje kijkt, de rode draad is dat John en Daenerys altijd als de goede rikker waren. Heel lang. Ja. Ja, maar er is bijna niet meer in het kamp van Cersei om te backstabben. Dat is waar. Ja, je hebt Bronn. Die kwam nog in een beetje in het begin zelfs nog. Ja, dus die heeft er ook. Als een verrassing kwam je daar natuurlijk voor de kijker niet heel erg, maar voor hun was het een ene van wat doet hij ineens hier? Ja, want we hebben erover gehad van wat zijn die nou gaan doen? Nou, je hebt gelijk aan Bas. Ja. Hij kiest gewoon voor wie het meeste betaalt. Hij had wel een beetje een Godfather maffia-achtig momentje daar in die zaal. Dat was wat prachtig was. Ja, het was wel weer ook een mooi stukje van Bronn inderdaad. Dat, een typisch dat had ik wel een soort van gemist. Ik was blij dat hij er weer was. Ja. Ja. En ook meteen weer wegging. Hij had gewoon zijn taak vervuld. En ik vind het goed zo. Nee, maar hij heeft gewoon gezegd, hij heeft een regiment verteld. Van, nou, let op, ik wil mijn prijs hebben. Punt is alleen wel, nu is het gebruikt dat. Dus nu is de balance weer. Ja, de balance is weer verkeerd. Omdat hij natuurlijk zei, ik ga dus nu voor de Dragon Queen. Omdat die ik twee kies draken. Voor de draken. Ja, nu hebben ze er omheen draken. Maar het waren ook, ze hadden ook heel veel scorpions die dat niet zoveel hadden. De hele muur stond vol. Ja. Dus ik bouw er even 1 of 200. Ja, precies. Ja, als je die beveiliging is. Ja, daar komt die draak niet doorheen. Dat, ik weet niet hoe ze dat gaan doen. Die hadden ze moeten hebben toen bij de Battle of the Blackwater. Dat hadden ze gewonnen hoor, maar sowieso was het nu het nog mooier geweest. Maar het was toch, kijk, het probleem was toen, was ook nog heel veel van de Doctor Harry. Die kwam ook nog een keer al, die hele grote leger kwam ernaar. Dus die hadden ze nooit kunnen winnen toen de tijd. Die Lannisters. Toen waren ze gewoon toch outnumbered. Sowieso, al hadden die draak niks meegedaan, dan is het al verloren. Ja. Dus dat denk ik dat dat. Maar die draken ga je, of draak, want er is er maar eentje. Er is er nog maar eentje. Gaan we nou niet veel meer hebben, vrees ik. In ieder geval niet, het gaat om King's Landing. Nee, dat lijkt me heel apart hoe ze dat voor elkaar krijgen. Dus eigenlijk, het enige wat ze kan doen is het leger uitlokken, dat ze naar voren. Maar dat gaat Cersei nou doen, als het een beetje slim is. Dat gaat nooit gebeuren, nee. Want die is gewoon in de verdediging zitten. Ja. Dus eigenlijk, dat is wel een heel moeilijk punt. Dus om dat te voeren. Maar even gewoon terug naar Winterfell. Ik vond het wel grappig hoe het eigenlijk met je begonnen. Sterk begin. Nou, die speech. Ja, ik ook speech. Ja. John dat niet het voortouw neemt in eigenlijk het afscheid van hun vrienden, zou je kunnen zeggen. Wat Danny eigenlijk ook had moeten doen qua iets zeggen, maar stil bleef. Ja. Nee, maar hij liet wel zien dat hij natuurlijk wel de grote leider is. Nam John het voortouw. Ja, ook inderdaad in die hele scènes daarna. Ja. Wat Danny zelf ook een beetje paniekerig en pijn deed. Nee, dat is heel duidelijk. Wat zijn ze weer? You could be a madman or a king. Ja. Dat zijn Tormund. En Tormund zijn, king. Ja. Even, ja. Nou, maar dat doelt niet op. Dus degene die op een draak klimt, kan maar één van twee zijn. Ja, een gek of een koning. Ja. Dat zei je niet waar ze gewoon bij zijn, inderdaad. En dat John de koning is. Dat bracht haar wel aan het denken. Maar daarom zeg je ook, dat had net geloof ik met je over in de voorbespreking, van dat hoe snel dus personages qua karakter of qua goedheid of slechtheid kunnen veranderen binnen deze serie. Ja. Je zag natuurlijk je hebt bij de arc gezien van Jamie van slecht naar goed. En nu zie je een beetje van een beetje apart is hij weer. Nu heeft hij allemaal vraagtekens. En nu, terwijl Daenerys is eigenlijk altijd van de grote heldin. Tot eigenlijk, tot met vorige seizoen dat je kreeg zo'n klein beetje trekjes. Maar al die tijd was ze gewoon echt tof. Ja, dat is zeker waar. En nu ze eigenlijk in Westeros laat ze het wat mindere kant op zien. Het land waar ze het eigenlijk voor deed. Ja, klopt inderdaad. Begint ze te merken dat ze eigenlijk helemaal niet zo gewild is hier. Ja, maar dat heeft ze ook wel door. Ook deels omdat John naast haar staat. Ja. Ja, alleen daardoor is het wel apart dat ze nu veel meer geweld wil gaan gebruiken. Dus al een paar keer heeft ze dat geprobeerd. Steeds is teruggehouden. Want dat gebeurde in seizoen 7 ook, dat ze een paar keer wilde aanvallen of iets anders wilde doen. Ze kan niet goed tegen verlies. Nee. En nu heeft ze een draak verloren. Ze heeft Missandei verloren. Ze heeft de vloot van 8 schepen verloren. Ja. Ja, dat was wel een dingetje. Dat ze, toen ze wegliep aan het einde van die aflevering, dat je echt de kop zag, echt op. Ze duldde geen tegenspraak. En ze kreeg al tegenspraak vanaf de
drankscènes aan het begin. Dus het is geen geweldige tijd voor haar. Ja, weet ik niet in hoeverre Sansa, of die is de hele tijd mee bezig. Sansa is aan het stoken. Die is wel nog iets met iets bezig. Ja. Ja, ik hou een geheim hoor. En in dezelfde dag wisten die mannen. Dat was zelfs wel, ja. Dat was wel snel gaan inderdaad. Volgens mij het hele Noorden het al nu al zo, want misschien dan iedereen doorvertellen. Zo niet veel scheling ervoor. In ieder geval de belangrijkste mensen. Ja, maar ik denk ook van dat ze denken van nou, als stel voor dat het helemaal fout gaat met Daenerys, hebben ze helemaal geen problemen mee, denk ik. Nee. Nou, dat liet ze ook wel merken, een beetje natuurlijk. Ze vertrouwt Danny absoluut niet. Nee, en dan denk je van, nou kijk, en die Golden Company gaat misschien toch niet naar het noorden komen, want dat is niet hun terrein. Nee, ik geloof ook niet dat dat het doel is ook hoor, als ik eerlijk ben. Zij verwachten natuurlijk dat, nou, dat is ook redelijk uitgekomen. Zij komen daadwerkelijk naar King's Landing toe. Dus als ze dat leger, als het ware, decimeren, hoeven ze niet eens meer naar het noorden toe. Want nou ja, eigenlijk, de tactiek die Cersei zei van, we wachten af, laat eerst twee legers aan elkaar vechten. Precies. Dan zorgen wij maar de rest. Ja. Kan zij nu doen, door een gedeelte van de noorden zegt, nou weet je wat, we blijven lekker wachten. En dan zien we wel. Alleen moet ik nu wel zeggen dat natuurlijk John wel met het leger van het noorden natuurlijk naar beneden is gegaan. Ja. Ze staan achter John en niet zozeer achter Sansa. Nee, dus. Ja. Maar ja, oké, het ligt natuurlijk aan al momenten. Stel dat natuurlijk als de draak nu valt samen met Danny. Ja, dan zie ik John als niet Danny nu doodgaat, dan is die hele claim dispuut is weg. Ja. Dat is vrij simpel. Ja, want het mooie is dus dat het niet alsnog niet, terwijl je zegt van nou, er zijn nog twee afleveringen. Ja. Dat het nog steeds niet helemaal recht toe recht aan is. Dat is wel mooi dat het naar voren is gekropen in de, wat natuurlijk al wat te verwachten was. Van gaat John zijn claim nog inderdaad halen, zeg maar, inderdaad. Ja, want ik had helemaal niet verwacht dat er überhaupt een soort battle zou komen. Het was toch al een beetje een gevecht was er gekomen met die draken. Dus dat die al neerginden, dat... Dat maakt niet zo'n klein beetje ook. Ja, dat was een van de hardste neerhaalacties van een draak. En ook in die vloot van die dan even in de pan werd gehakt. Dus dit is al een klein slagje geweest en die heeft Cersei gewoon gewonnen. Er waren al mensen shocked over de Night King die met één speer neerknal, maar dit was gewoon een stekelvarken. Dus dat betekent al dat eigenlijk... Het hele plan wat ze hadden, dat is eigenlijk ook kapot. Is weg. Is weggeschoten samen met die draak en die schepen. En daarom zit ik te denken van wat er überhaupt kan. Stel voor dat dus dan John komt met toch het grootste deel van het leger. Dat zei hij gelukkig. Dat zei toen Grey Worm toevallig nog. Dat hij zei, ja, de bullen. Ze hebben wel een leger. Ja. Maar ja, daar staan ze toch voor de poort. Maar ja. Ja, ze kunnen niet al te dichtbij komen. Het is niet zo heel veilig, zeg maar. Nee, dus eigenlijk staan ze... Nee, maar we hebben nog wat logisch was voor Danny, lijkt mij, is wachten. Ja. Ik bedoel, ze heeft nu de allegiance, dus de toezegging van de nieuwe prins van Dorne. Ja, dat heb je wel gezegd, dat ook mogen wezen. Zij het Martell, zij het Rain, zij het, of Dane, zij het anders. Ze heeft Yara. Nou ja, met die speedboats van hun zullen er wel wat schepen omvaren. Ja, het is niet voor niks dat gezegd is. Dat viel me wel op. Anders heb je er niks aan. Nee, van, ja, Dorne staat achter je. Maar ze komen niet, dus... Ja, dus dat is wel apart. Zo. Dan heb je Gendry, die Lord of Storm's End is. Maar ja, zelfs als hij naar Storm's End gaat, moet hij eerst al zijn banners nog rallyen. Die dat dan maar weer net willen ook. Wat ik zeg, en hoeveel zijn er nog geloven? Want er zijn natuurlijk heel veel van... Die zijn met Stannis en met daarna nog de Battle of the Bastards. Zijn ze nu best wel... Die zijn met Renly. Daar is niet veel van over, volgens mij. Die zijn met Renly en met Stannis al flink uitgemoord. Dus daar zit ik niet veel van. Dus dat is überhaupt eigenlijk... Dorn wel. Nou ja, van Dorne weten we het niet. We weten niet of al die mensen op die boten zijn. Van legers weten we nu dat. We hebben geen flauw idee. We weten dat hun schepen gesloopt zijn in het begin van deze campaign. Ja. Maar als dat een hele troep was. Nee, dat kan wel langer na niet. Dat zou erg sterk zijn. Dat zou erg sterk zijn. Nee. En ja, dingen staan wel, weet het. Onze vrienden van The Reach zijn natuurlijk wel. Ja, Sir Royce is niks meer weer terug. Wat hij van nee, dus te veel. Maar ik heb de Reach stelt niks voor. Nee, die was eigenlijk verslagen door die zijn verslagen door de Lannisters. Dat was dus ook niks. En die Tardis, die waren natuurlijk de sterkste onderdeel. Ja, die zijn gewoon overgelopen. Die zijn ik weer door Danny deels gesloopt. Dus. Ja, eigenlijk zijn er heel weinig legers nog over. Dat is eigenlijk op een gegeven moment... In ieder geval wel aan de kant van Danny. Ja. Ja, het is gewoon een kwestie van... Eigenlijk maar ook... Op zich had Cersei ook niet veel gehad. Omdat ze dus die Golden Company bij hebben gekregen. Het is dat ze dat geld had ervoor. Ja. Dan wat ze dan gestolen heeft van de Reach, maar... Ja, maar dat is natuurlijk dus... Dat is haar hele plan, was dat. En dan even gewoon kijken over toch het kokstoven, want dat is toch eigenlijk meer een deel van deze serie, van deze aflevering geweest.
En met name Ferris en Tyrion. Dat is natuurlijk een heel mooi gevecht is dat met woorden. De loyal advisors zijn niet eigenlijk zo weer, loyaal meer. Ja, maar eigenlijk wel weer een beetje van ouds. De Ferris van ouds een beetje. Dat hij daar toch wel weer de achterliggende gedachte, het grote geheel ziet. Ferris voor de realm. Die heb je eigenlijk meerdere afleveringen eigenlijk niet gehoord. Nee. En nu zie je toch alweer ook wel weer... Het interessante is natuurlijk dat Ferris heeft een Tyrion erbij gehaald om haar omhoog te werken. Als het ware te, nou, dit is iemand waar we voor vertrouwen. Ja. En nu zie je het weer omdraaien. Dat vond ik wel terecht natuurlijk voor Tyrion. Ja, steeds als er een nieuwe koning komt of koningin. In ieder geval is het hier vijfde, zesde koning. Ja, precies. Dus dat is wel een punt van, ja, gaat hij nou weer steeds draaien? Ik kan het wel begrijpen van hem. Ja. Nou, als hij iemand is die opkomt voor het volk. De manier dat Danny nu aan het afglijden is, is niet goed voor het volk. Ja, nee, dat ging wel, maar dat ging ook zo snel. Dat is echt... Het lijkt net een puber. Ja. Ze krijgt niet de zin. De mensen waar ze om gaf gaan dood. Vooral de draken, wat zij ziet als de kinderen. Ja. Nou ja, dat is ook wel een punt. Als Jorah nog had overleefd. Kijk, en hier is ook Melisandre is ook nog weg. Die toch een beetje gematigd zou zijn. Maar niet dat ze daar heel veel naar luistert. Nee. Maar dan op zich is wel al haar eikpunten is gewoon kwijt. Ik zie het een beetje als een soort ironische weerspiegeling. Van? Cersei raakte de kinderen kwijt. Zakte af in Mad Madness. Danny raakt haar. Kinderen kwijt. Ja, dat vind ik wel een goede eigenlijk. En zakt af in Madness. Ja, ze allebei... John die raakt zijn geliefde deels kwijt en wordt er alleen maar sterker van. Ja. Nee, dat is wel interessant. Ja, die twee dames gaan eigenlijk dezelfde kant op. Ze raken hun kinderen kwijt en ze worden krankzinnig. En daarentegen kan je, dat vind ik ook gewoon, de Sansa, die heeft alles weg. Die wordt een soort nieuwe, toch wel een beetje nieuwe Cersei, dat ze het spel snapt. Nou, dus een combinatie Cersei en Littlefinger moet ik dan een beetje erin. Wat een gevaarlijke combinatie als het goed speelt. Maar die weet juist haar emoties. Ze heeft dus backup van de Veil, dat is wel overduidelijk. Dat is duidelijk, als Sansa nog splitst, dan is de Veil ook weg bij Danny. Ja, nee, maar dat denk ik ook wel. Maar ik zit te kijken van, dat is... Die ontwikkeling, daar hebben we het net al over gehad, dat zij eigenlijk de lachende derde kan zijn. Wat we eerst niet hadden verwacht. Dus ik dacht van dat Cersei is helemaal door het zijn nu. En we hebben dan nog, ik zeg al maar, het commando-team van de hand en... Die gaan nog wel wat bekokst staan. Want die kunnen eigenlijk veel meer, want niemand... Nico hebben zijn slim genoeg om ergens binnen te komen. Ja, vooral Arya. Ja, maar ook staan, ze weten allebei wel de weggetjes binnen. Ja, maar ik denk dat... De hound snel genoeg door emoties. Ik denk ook dat hij iets sneller herkend wordt. Zeg maar. Arya deels omdat ze er onbekend uitziet en deels door haar. Ja, maar ze kan zich niet vermoeden. Maar de hound is niet onherkenbaar te maken. De hound is ook bekend in King's Landing. Ja, precies. Hij had daar jarenlang heeft hij daar rond. Met zijn gezicht. Dus ja, wie zou het niet herkennen? Doet, nee, maar ze hebben toch wel eens die routes, zag je wel. Dat ze King's Landing. Ja, nee, je hebt van die smokkelroutes die de Onion Knight veel gebruikt. Ik ben benieuwd trouwens wat hij doet. Hoe hij dus in de rol... Want hij weet we het zien niet. Hem niet, maar die gaat waarschijnlijk met de hoofdtroepen mee. Hij is meegegaan. Ja, nee, maar precies, maar... Ja. Maar ik doe het interessant is dat... ik denk dat hij een van de weinigen binnenkort is die nog niet weet dat John wie die werkelijk is. Yeah. Dat is een goeie. Nou, maar dat zou misschien onderweg... Want ze hebben heel veel tijd om... Nee, maar hij gaat het niet vertellen. Nee, maar kijk, John gaat er nog steeds vanuit dat nog steeds geheim is. Maar inmiddels is dat geheim al lang John gelegd. Komt terug in het noorden en hangt overal Targaryen. Maar überhaupt al, als hij aankomt... dat hij zo, krijgt hij misschien te horen van... Wat nieuws krijgt hij nog te horen inderdaad? Van via van Tyrion of dingen van... Ja, we weten het al. Huh, wat? What the fuck? Wie heeft het verteld? Wie heeft het verteld? Ja, nou, dan is het... Drie keer raden, maar... Dus nee. dat is dan een aparte dynamiek. En dan... Is eigenlijk vaak Davos is dan een beetje degene die alles een beetje... Hij is aan het relativeren. Je hebt een aantal mensen die je nog een beetje kunnen... Haar kamp heeft veel goede mensen, alleen de goede mensen die staan meer achter John dan achter Danny. Ja. Het is alleen nog dingen die Tyrion die nog steeds het probeert. En dat is ook... Maar dat is meer van haar kant zelf, want zij heeft al eerder zich uitgelaten. Ja, precies. En dan blijft er ook weinig over. Dan ga je mensen gewoon wegduwt. Je zag hem ook twijfelen hoor. Ja, dat is waar. Ik bedoel, daar bij het gesprek met Varys was hij opeens weer heel loyaal. Maar toch met een ondertoon van, ben eigenlijk banger van als ik het niet zou doen. Nou ja, dat zei hij twee keer. Eerst zei hij tegen Sansa van een beetje angst. Je bent gewoon bang voor hem, zei hij. Klopt een goede. Zij ging hij zichzelf verdedigen dat elke monarch heeft gebruikt. En toen het gesprek toen met Varys op een gegeven moment zei van
je mag het denken, maar niet hardop zeggen. Maar in feite... Gedachten zijn ik heb het ook gedacht. Dus dat is wel iets... Dus. Maar ik denk dat hij meer bang is voor de puinhoop die het gaat veroorzaken als ze nu van haar afstappen. Daar lijkt het wel op. Tyrion. Ik denk dat hij niet zo... Hij had al zijn twijfels voordat dit hele debacle begon bij King's Landing. Ja. Ik denk dat hij eerder bang is om fouten te maken. Dat heeft hem te maken, denk ik, met het feit dat de Daenerys heel snel grijpt naar een massageweld, zeg maar. Ja. En daar, want ze dat, heeft draken. Dat, ja, en dat, daar sta, ja, dat staat ja. hem tegen. Vooral. Wat nu niet meer. Maar dat is ooit eens een keer, dat zei die Lyanna, die zei van, ja, je hebt draken. En ze gebruik ze dan ook. Het enige wat je moet doen, is zorgen dat, gebruik die angst. Dat gaf ze toen als advies. Ja. Dus, dat probeert ze, hè? Nu zijn er twee dood. Ja, nee, dat is. Dat... Ze heeft er nog eentje, maar daar kan ze niks mee qua King's Landing. Nee, tenzij opeens al die ballista's gesaboteerd worden. Ja, nou, wat ik wel dan me afvraag is: komen ze er nog op terug? Want in het begin was dus, hè, waar toen heel veel over gespeculeerd is van de droom die zij had. Komt die nog een, wordt dat een soort waarheid? Die prophecy. Ja, en dat, dat je dus ziet dat de hele Red Keep dus eigenlijk verbrand is. Ja. En dan dus ook de Iron Throne, die is nog wel. Maar dat wordt dus, je dacht eerst sneeuw, maar dat bleek dus later as te zijn. Is dat zou dus nog betekenen dat dus die draak toch nog even gaat verbranden. Ja, dat is sowieso. Dan het kan ook sneeuw zijn. Dat is sowieso. Wel, maar dan zou... Ja, maar het punt is, er is verwachting van, komt die prophecy nog iets van terug? Hoe dat blijkt te zijn. Je hebt ook nog die prophecy van Cersei. Dat wordt opgevolgd door een jongere vrouw. Ja. Ze vermoord wordt door de jongere broer. Ja, en zij denkt altijd nu dat het dinges is. Danny is. Nee, maar ik bedoel dat Danny is gekomen. Terwijl misschien wel Sansa is uiteindelijk. Die heeft het begin van de series. Ja. Was ze altijd bang voor Sansa? Ze was bang voor de... Ja. En daar is ze toch geweest. Maar heeft ze het zelf gecreëerd met haar gedrag? Dat is wat interessant. Sansa op de Iron Throne. Ja, hoe zou dat qua claims gaan dan? Ja. Dat weet ik ook niet aan. Ja, als... Nou, weet ik niet. Dat zou alleen werken als Jon dan op de troon gaat zitten en zijn claim kwijtraakt. Dan hebben de Starks en de Targaryens de claim op, maar er zijn geen Targaryens meer. Nee, dus dan zouden de Starks er recht op hebben. En anders komt er wel weer een burgeroorlog en degene die wint, die gaat zitten. Ja, dat zou wel... Van de vier huizen die nog troepen hebben. Ja, en anders wordt dat in plaats van de Great Houses die wij kennen, wordt dat dan zometeen de namen die wij wel eens gehoord hebben. Maar... Of de Iron Throne raakt gewoon zijn macht kwijt. Dat het gewoon weer opsplitst naar landen. Ja, de Seven Kingdoms daar werkelijk. Ja. Dat zou theoretisch dat zou wel kunnen. Ik denk, maar dan zit ik altijd weer een beetje te denken aan twee dingen. Het feit dat George Martin zegt, er komt een bittersweet ending. Dus er is toch een... Er komt een... Zo het goed einde, maar met heel veel kosten. Nou, dat geloof ik nu wel, als jullie zien wat er gaat gebeuren. Redelijk pyrrhisch overwinning, En uiteindelijk de boekenserie, de Song of... Ice and Fire. Dus, ja, het gaat nu steeds meer toch kijken dat het toch John uiteindelijk... En het is gebaseerd op de War of the Roses. Ja. En daar komt uiteindelijk uit dat... Groot-Brittannië. Ja, Groot-Brittannië. En dus één verenigd rijk. Ja. Nee, maar dat is interessant. Dat uiteindelijk de beide huizen met elkaar trouwen. Eén wint dan, maar die trouwt dan met de andere. Ja, maar uiteindelijk, als je dan die vergelijking wil treffen... is uiteindelijk degene die ervoor heeft gezorgd dat het weer één land is... en één heerser was wel iemand van buiten. Nee, het was het Lancaster, maar die was verbannen. Nee, eigenlijk het verhaal wat Danny heeft gehad. Ja, moest dus lukken. In principe terugkomen. Ja, maar dus degene die van buiten maar soort van komt. Maar die won dan de slag, zeg maar. En uiteindelijk trouwde die dan met de dochter van de andere partij. Waardoor de twee rozen, de witte en de rode, werden één symbool. Ja, maar dan zou je denken Jon Snow en Danny. Ja. Ja, want dat is wel een paar keer trouwens, ze werd er wel op aangehaald, maar steeds werd het, door Tyrion werd het naar voren gebracht. Het is niet de eerste Targaryen die het zou doen, nee, maar Jon is geen Targaryen. Of tenminste, niet qua opvoeding, niet qua cultuur. Nee, maar het ging om dat Ferris het uiteindelijk al zou te doen, dan was hij nog steeds bang voor Danny. Dat hij sterk was. En dat ze eigenlijk niet te controleren. Dus eigenlijk dat heeft hij al een soort van toegegeven. Hij heeft natuurlijk al gezegd van, nou, jij bent dan de queen simpelweg. Dus op die manier... Ja. Nee, maar het valt mij op dat Vers heeft nu al gezegd van, die vertrouwt gewoon heel Danny niet meer. En eigenlijk gaf hij al een beetje aan dat hij de plannen is om kwijt te raken. Dus toch denkt van, ik heb de verkeerde gok gemaakt. Dat denk en daar was Tyrion ook al bang voor. Ja.
Nou ja, maar dat betekent eer letterlijk dat hij er waarschijnlijk uit de weg gaat ruimen. Ferris weet. Een beetje zoals Melisandre, ook, die dacht ook, ja. ik sta achter die, want ik denk dat die uiteindelijk alles gaat overwinnen. Ja. Nou, ik heb het verkeerd gehad. Nou ja, ik volg wel iemand anders, maar nou denk ik dat jij... Ja. Dus dat zou je zo ook kunnen vergelijken. Ja, zeer optimistisch, ja, allemaal. Maar ja, dan wie weet, komt er nog iemand van de Lord of Light, komt die... Ja, maar de vraag is, van, is dat nu afgelopen? Hè? Want als dit letterlijk nu weer heel oldschool is, gewoon van leger tot leger, hè, zo zou je kunnen zeggen. De verlies, Danny. Dan zou betekenen dat het verhaal van Bran dus eigenlijk weer afgelopen is. En daar zat ik eens aan te denken, van, heeft hij dan toch nog niet even één dingetje extra nog in zijn mars? Nou ja, Bran zei al, ik leef vooral in het... Zover dat hij dat wolvenleger opeens komt. Nou ja, dat zover ja. Ik wil zeggen... Het zou leuk zijn, maar je hebt niks in die wolven. Nee, ja, nou, ik bedoel zeggen, Bran's verhaal was natuurlijk tegen de Night King. Dat was echt zijn vijand. Oké, dat is eigenlijk afgerond. Ja. Is dan zijn verhaal ook nu stop? Hij is natuurlijk achtergebleven in Winterfell, dat snap ik helemaal. De volgende aflevering moet eigenlijk alleen bij King's Landing en de aflevering daarna ook. Maar achteraf, als je goed moet nadenken, als hij gewoon even was geworden met die raafjes en dat hij rondgevlogen door als soort recon, dan had hij heel veel dingen kunnen achterhalen. Dat is dus nog van, wat heeft hij toen gedaan? Ja. Moet toch tenminste dat lijkt mij een soort van reden hebben, want hij is inderdaad, wat jij de vorige keer al zei, van simpelweg een half uur, of tenminste een halve aflevering, is hij gewoon geworpt? Naar iets. Iets zinnigs zag je niet terugkomen. Nee. Heeft dat nog een vervolg in de komende twee laatste afleveringen? Ja, wat Bran ook zei tegen Jamie is, je moet niet jaloers zijn, want ik leef vooral in het verleden. Het verleden, ja. Dus of wat nu speelt, is een herhaling van een veldslag van vroeger. Ja. Of het is gewoon, mijn verhaal is klaar, ik leef vooral in het verleden nu. Dat denk ik ook een beetje, dat laatste. Want zijn enige dreiging van alle three uit Ravens voor hem, dus het verleden, is dood. Ja, dus ja, dat is een beetje apart. Hij heeft geen dreiging meer. Nee. Tenzij de God's Eye en de Green People opeens uit het niks in de laatste twee afleveringen nog even belangrijk worden. Nee, misschien dat ze gaan geen nieuwe personages meer erbij halen. Dus het is al heel erg laat voor nu. Nee, ik ben zeer benieuwd hoe ze dat gaan oplossen. Ja, op dit moment, zoals het nu uitgaat, staat gewoon Cersei gewoon 1-0 voor, zoals ik zeg. Ze gaat wel verliezen. Ja, dat denk ik ook, maar... Maar het zal wel een heel pijnlijk verlies worden waarschijnlijk. Moment, ik weet nog niet hoe dingen toch gaan. Nee, nog niet. Ja, wat kan, het enige wat ik zit te denken is dat ze gevecht hebben natuurlijk tegen de Golden Company. En ze weten toch te redden op een manier. En ze weten eenmaal die muur te bereiken om die dingen onklaar te maken. Ja, maar je hebt ze op elk niveau heb je ze staan, hè? Ja. Het blijft natuurlijk één groot raadsel. We weten met z'n allen simpelweg niet wat er gaat gebeuren. Nee. Dat is ook heel mooi, want als het te voorspelbaar is, is het niet leuk. Nee. Dus daar slagen ze nog steeds in. Ik heb nog het idee dat er nog wel op die Golden Company is nog niet zo recht toe recht aan. Ook heb ik het idee, ik kan het uiteraard helemaal verkeerd hebben. Ja. Dat daar nog wel een klein addertje onder het gras is. Want er zijn ook heel veel speculaties geweest van... dan gaan ze een klein beetje terug, want hoe is Cersei natuurlijk aan die Golden Company gekomen? Nou, dat hebben ze via de Iron Bank. Ja. Waarvan er heel veel is gezegd over van, zij speelt het helemaal verkeerd. En dat is niet helemaal dit seizoen geweest, maar hoe heeft zij nou die aanhang van de Iron Bank gekregen? Ze heeft ze allemaal terugbetaald. Ja. Maar wat nou bij de Iron Bank heel duidelijk blijkt is, zij staan altijd achter de winnaar. En het is nu nog niet helemaal gezegd wie de winnaar is. Dus de Iron Bank is niet van, ik heb beloofd achter jou te staan, dus ik blijf achter jou staan. De Iron Bank wil gewoon achter een koning staan, die daadwerkelijk zometeen de koning ook is. Ik denk zelfs dat het wel simpel is, Iron Bank is voor degene die de leen terugbetaalt. Nou, dat is het punt. En kijk, want eerst was Stannis, ondanks dat hij dus eigenlijk relatief weinig had een leger en hij was in opstand... Maar de Iron Bank stond achter Stannis, om maar een voorbeeld te geven. Terwijl hij niet aan de macht stond op dat moment. Nee, maar dat was ook het punt van, hij was zo'n prime, dus hij was degene die eventueel het geld kon terugroepen. Ja, maar het was ook natuurlijk de toespraak van Davos, die zei ook van, zometeen is Tywin dood. En wat blijft er dan nog over? Ja, en wie betaalt die niet terug? En zij geloofden dus meer in Stannis, door ze inderdaad misschien ook daadkracht, wat zij achter hem zagen en dat soort dingen. Maar zij geloofden dus meer op dat moment in Stannis, om de grond terug te pakken. Ik denk niet dat Cersei zo dat ze daar wel best wel een beetje vertrouwen in, denk ik. Nou ja, maar we hebben het over backstabbing.
De Iron Bank staat er enigszins wel berucht om. En je merkt dat er kinderen nog steeds gevoelige snaar zijn voor haar. Ja. Of het wel zo'n acteerwerk. Dus Jamie die komt aan en dat zal wel weer wat los. Dat is ook mogelijk inderdaad, want die komt er sowieso aan. Dat wordt en het blijft zijn kind. Ja. En dan wordt Euron ook, die gaat dan ook helemaal over. Als blijkt dat het. Ja, dat kan het punt zijn dat als dingen terugkomt, Jamie, wat uiteindelijk. Wat gaat gebeuren? Want ze was al zwanger. Ze was zwanger. Ja, dat is dus een beetje een apart momentje inderdaad. Dus dan hij zegt, hé, maar ik ben een vader. En dan zegt Euron, what the fuck, ik ben een zwanger. En dan wordt Euron helemaal link. En dan kan het, de alliance om elkaar donderen. Dat is en als ze de Greyjoys kwijtraken. En dan kan je geen toegang van de vloot niet meer. Dan kunnen ze wel besiegen. Ja, daar zou het. Ja, maar zou Euron simpelweg gewoon zeggen van nou, je hebt me bedonderd, ik ga naar huis. Nee, je gaat toch gewoon zorgen dat iedereen. Die brandt dan de Lannisters af. Ja, die gaat denk ik haar proberen te vermoorden. En dan gaat die andere. Dus daar is je nog een. Ik denk dat Euron en Jamie wel een schakel krijgen. Niet per se vechten, maar ze zullen wel verliezen. Ja, dat sowieso. Maar ja, maar Jamie is toch op cel. Die is toch op cel. Jamie die gaat wel flink wat opschudden daar. Ik denk het ook wel. Dat zou de ook op de manier dat hij terugging qua emoties, dat gaat wel iets opschudden. Een hele goeie. Nee, dat is van. Nee, want we hebben een heel klein stukje voorstukje gezien natuurlijk van de volgende aflevering. Dat is heel kort trouwens. Heel kort. Ja, en het mooie is dat zij dus ook die previews zo monteren dat je een bepaalde verwachting hebt die dus helemaal niet helemaal anders wordt. We hebben wel de Golden Company gezien en die marcheerde wel naar buiten. Die stond echt zo wel in het vecht. Ja, de Golden Company is ongeslagen. Het zijn wat van de meest ervaren troepen die je maar kan krijgen. Ja, maar ik denk wel dat die, en toen zag ik John ook met zijn liggen, dus ik denk dat ze wel loyaal blijven voor Cersei. Ze zijn loyaal aan degene die ze ik denk dat dat wel. Ze hebben een bepaalde reputatie opgebouwd. Je kan niet zomaar zeggen, Nee, dat gebeurt. Ja, nee, maar je hoeft het natuurlijk niet zo te benaderen natuurlijk ook. Hè. Het kan natuurlijk ook zijn, letterlijk, van de Golden Company, dat het niet betaald is door Cersei, maar door simpel de Iron Bank. Nee, zijn door Cersei zijn ze ingehuurd. Nee, want daar hebben ze die lening genomen bij de Iron Bank. Nee, dat was wel, die heeft ze ingehuurd. Vertel dat, want ze had het terugbetaald. Ja, ze heeft de leningen terugbetaald aan de Iron Bank en via de Reach. Ja, vriendin, het zei dingen van, ja, we kunnen op zich nog je geld uitlenen, want we hebben nog een paar goede huurlingen voor. En dat is dan de Golden Company. Ze zei, oké, dan heb ik die in dienst. Dus zij is de opdrachtgever. Dus dat blijft. Maar het blijft een lening van de Iron Bank. Ja, maar geen niet lenen. Dus daarom, dus ik denk tenzij je doodgaat. Ja. Want om het dus, ja, natuurlijk is het weer, als ik het verwacht, dan gebeurt het weer tegenovergestelde, zou je kunnen zeggen. Maar dat zorgt ervoor dat het niet zo. Kijk, hè, nu lijkt het heel erg over een Cersei staat. Overmachtig staat ze. Ze zeiden eerst nog van de balans is nu akelig gelijk inderdaad. Ja. Nou gaat er in één keer een draak, wordt er gekild. Ja, nou lijkt me dat de balans dan niet meer in keldert redelijk. Ja, precies. Ja. En dan staat het nu, tenminste het ligt ergens in de lijn der verwachtingen, dat er toch iets gebeurt waardoor Cersei ook een klap. En nou, ik vind er nog steeds een gevecht plaats. Ik wil niet zeggen dat het meteen afgelopen is, maar waardoor het weer toch weer. Hey, die Wildfire, dat hebben ze ook nog steeds. Dat heeft ze nog steeds. Maar dat ligt onder heel King's Landing, ja. Stel voor dat gewoon in de fik ergens in de fik gaat, dan boem, de hele stad de lucht in gaan. Ja, want als dat zou gebeuren, zou dat je kunnen zeggen. Dat zou een bittersweet ending. Ja. Dan zou je kunnen zeggen dat niemand de Iron Throne heeft. Ja. Die wordt mee opgeblazen, dan. Ja, en dan heb je gewoon weer de Seven Realms. Ja. Maar dan is hetgeen die er buiten staat, zijn de John met zijn groepen. Ja, dan hebben ze wel gewonnen, maar wat ze gewonnen hebben is een hoop as. Ja. Ja. Dat zou toch kunnen, dat een punt is. En een paar honderdduizenden doden. Ja. Ja, zou dat voor een miljoen, hè? Ja, een miljoen in King's Landing. Nou ja, ze hebben er wel een paar kunnen ruimen door de Sept of Baelor op te blazen. Dus dat is waar. Ja, oké, we hebben er nog zo'n bijvel over. Ja. Hey, ik zat te denken, wat hebben we nog meer? Want volgens mij. Ik denk toch, en ik hoop, want qua tactisch inzicht hebben ze bij de Battle of Winterfell echt heel veel steken laten vallen. Ja. Qua beeld was het prachtig, qua nadenken sloeg het helemaal nergens op. Ze moeten iets gaan doen met Dorne. Dat moet wel. Je kan niet zeggen, de nieuwe Prince of Dorne. Ja, dat zat laten vallen. Has bent the knee, of staat achter je. Ja. En dan hoor je verder niks meer van ze. Ik ben van, oké. Nou, is Dorne wel veruit het meest achtergeschoven kindje van alle Seven Kingdoms. Ja, maar Dorne is wel een van de sterkste. Ja, dat. Maar Dorne is ook een van de sterkste, historisch gezien. En ze waren altijd gigaloyaal aan de Targaryens. Zij waren de enige die niet bang waren voor de Targaryens. Nee. Dat scheelt natuurlijk ook. Dat is wel, Met Bent and Broken. Maar
Of ze gaan achter Jon staan. Want ze, ja, want ze zijn zo van, hij is de echte Targaryen. Is natuurlijk nog heel veel mogelijk. Of ja, ze gaan achter Dany staan, want ze moeten iets doen. Want anders zouden ze die hint niet droppen van, hé, die partij en die partij is loyaal aan ze. Krijg je de Battle for King's Landing, zie je alleen wat Unsullied en wat Dothraki staan. Wat heb ik dan aan die hele boodschap gehad, weet je? Ja. Ja, maar het gaat ook een beetje om, en dat, is natuurlijk, dat was natuurlijk in dat hele gesprek met Ferris en met Tyrion, over... dat is het politieke spel. Politiek spel, maar dat was meer, dus misschien is het ook alleen maar een politieke uiting dat Dorne gewoon, alleen daarom wordt even wordt genoemd. Mm. Maar ja. Hé, hey, zullen we afronden? Ja. Het is weer afwachten. Ja, hè? Weer een weekje. Ja, het is vol verrassingen vind ik nu, dus... Ik ben blij dat dit weer een beetje op deze manier is bijgetrokken. Dat het wel een beetje de intrige... Ja, vond ik echt leuk. Het was weer een Game of Thrones aflevering. Ja. Alleen ze moeten ervoor zorgen dat ze niet zo koffie drinken. ja, dat dus... moet je zelf even opzoeken. Dat is het enige. Dan gaat er niks meer fout. Nee. Nou, nee. Dames en heren, mag ik weer bedanken voor het kijken. En als je vragen hebt, stel ze gewoon. En tot volgende week. Tot volgende week weer. Tot ziens. Joep.